حي على الفلاح. حي على الفلاح. De moskee staat al meer dan 30 jaar in Park Selwerd en is het trefpunt voor de moslims in de stad. Maar de oude boerderij barst uit zijn voegen en is verouderd. Het is de grote wens van het bestuur om op ongeveer dezelfde plek deze nieuwe moskee te laten bouwen. De gemeente heeft groen licht gegeven en de helft van de benodigde 1 miljoen euro is inmiddels binnen. Maar niet iedereen in Paddepoel is gecharmeerd van het nieuwe islamitische gebouw. Buurtbewoners vrezen overlast. Ze proberen nu bij de bestuursrechter de bouw tegen te houden. Vanuit de moskee is hier ook begrip voor. Nederland is gebaseerd op joods-christelijke grondslag eigenlijk, tradities. En de islam is eigenlijk als een nieuwe religie gekomen. Dus voor mensen is het natuurlijk wel iets van, hé, dat is iets nieuws. Wat is het eigenlijk? En daarnaast kennen we natuurlijk angst voor het onbekende. Men kent iets, men is er onwetend over. Omdat men er onwetend over is, heeft men daar een bepaalde angst voor. Of een bepaalde, wel interesse, maar op een misschien een iets negatieve manier. Jeffrey Jager is een geboren Groninger, maar voelde zich aangetrokken tot de islam en werd moslim. Inmiddels zit hij in het bestuur. De aanslagen in Parijs laten ook de Groninger moslims niet onberoerd. Maar in de moskee is geen plek voor politiek. Binnen de moskee wordt er eigenlijk niet over gesproken, omdat wij gewoon een stelregel hebben dat er niet wordt gesproken over politiek in de moskee. Ook vanuit islamitisch perspectief is er een uitspraak die zegt dat het beter is om niet over de politiek te spreken in de moskee. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Maar ik heb natuurlijk gekeken naar de profeet wordt beledigd, dat is natuurlijk niet leuk. Dat is geen fijn beeld natuurlijk. Aan de andere kant, ik vind het ook niet fijn dat iemand dan op zo'n manier reageert zoals er gebeurd is in Parijs. En dat is iets ook wat natuurlijk niet kan. Dus ik heb eigenlijk een dubbel beeld daarbij eigenlijk. Met de nieuwbouw in het verschiet willen de moslims openheid prediken. Maar toch zijn ze extra alert. We hebben mensen die zo nu dan in de avond een keer langsrijden, maar dat doen we eigenlijk al een paar jaar. Maar het is niet echt dat we denken, hé, we moeten nu even extra gaan beveiligen, iets langer in de moskee blijven. Wel is het zo dat je zo nu en dan een keer extra even achterom kijkt om te kijken van, goh, is er niet een of andere gek die iets van plan is. Over 3 jaar moet de moskee klaar zijn. Maar binnenkort buigt de eerste bestuursrechter zich nog over de nieuwbouwplannen.